Oh. Ik stond net bij een groene auto. Ik dacht, ik klap even het statief uit. Kan ik er leuk naast gaan staan en zo. Dus meteen komt er zo'n mannetje op me af. Met zo'n, helemaal in zo'n uniform. Die zegt iets van, heb je daar een vergunning voor? De zon staat nu in het westen. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. We zitten nu in de trein en we gaan naar Monaco. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. We zijn aangekomen in Monaco. We gaan Formule 1 kijken. De mooiste plek in mijn leven waar ik ooit geweest ben. Dit is het casino van Monaco. Bij de ingang wordt iedereen gecontroleerd. Elke tas moet open. Ze pakte zelfs even mijn statief over van geef die maar heel even hier. Ding eroverheen en zo. Super cool. Ze hebben hier echt zulke levensgrote fiches voor poker is dat volgens mij. Ik weet het allemaal niet jongens. Het is echt insane hoe groot alles hier is. Dit is een casino en je hebt hier alleen al in de hal, dit is nog niet eens echt het casino zelf, maar een hal met enorme pokerfiches en draairatten en zo voor de kinderen om te spelen. En dan verderop kan je een deur door om echt een gokje te wagen. Wat ik natuurlijk niet doe, want ik heb geen geld. Zo, dit is wel echt enorm groot en in Monaco heb je ook echt gewoon geen lelijk gebouw. Alles is gewoon mooi. Tip top, ze leven gewoon ook van de toeristen die komen en zo. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Mijn nieuwe auto. Oh. Ik stond net bij een groene auto. Ik dacht, ik klap even het statief uit. Kan ik er leuk naast gaan staan en zo. Dus meteen komt er zo'n mannetje op me af. Met zo'n, helemaal in zo'n uniform. Die zegt iets van, heb je daar een vergunning voor? Maar ik had geen idee wat hij zei. Dus ik riep snel papa. Dus die zei van, ja, dat mag dus niet. Dus ik moest hem snel inklappen en verder lopen. When you want to get up.
is de bekende haven van Monaco. En dit is helemaal geen grote haven of zo, maar dit is wel een haven waar de duurste boten een beetje aller tijden staan. Het is hier echt ongelooflijk warm. Dit is de Burcht van Monaco. Dat is een van de hoogste punten van heel Monaco. Dat gezien wordt als de hoofdstad van Monaco. Wat heel grappig is trouwens, want Monaco is een stadstaat. Dus dat betekent dat Monaco een land is wat alleen maar uit stad bestaat. Dus eigenlijk is het raar dat je zegt over zo'n stad, van, dat heeft ook een hoofdstad. Want de hele stad heet Monaco en het hele land heet Monaco. Dit is ook het uitzicht over het grootste deel van Monaco.